Hallo allemaal, zoals vorige week aangekondigd gaan we het deze week hebben over social media. Dit is het onderwerp die we een aantal weken gaan aanhouden vanwege dat er verschillende zaken gaan over het social media. Deze week gaan we het hebben over het gebruik van social media van de ouders voor het kind. Vooral over het gebruik van de mobiele telefoons. Zoals onze kinderen de hele tijd op de telefoon zitten, is het ook zo dat de telefoon veel tijd van ons als volwassenen neemt. Wanneer bij sommige ouders het netwerk vertraagd is, gaan ze naar hun kids om te kijken wat ze aan het downloaden zijn. En dan wordt hen verteld dat ze niet verslaafd moeten raken aan de technologie en dat het heel slecht is voor hun ogen om zo lang achter een scherm te zitten. Vervolgens lopen de ouders weer naar hun eigen telefoon en gaan ze er zelf uren op zitten. En dan vergeten ze dat ze een hele preek hebben gegeven aan hun eigen kinderen. De kinderen zien dat de telefoon een belangrijk iets is in jouw leven. En daardoor gaat het automatisch dat de telefoon ook heel belangrijk wordt voor het kind. Stel je zit 50 keer op je telefoon per dag. Laat dan 2 keer voor je kinderen. Dat je met je kinderen een tijd kan doorbrengen. De seconde die je met je kind doorbrengt, vergeten ze nooit. Als je kind je iets vraagt en je zit op je telefoon, probeer het dan voor 1 minuut even opzij te zetten. Beantwoord daarin de vraag van het kind, zodat hij niet het gevoel krijgt dat de telefoon belangrijker is dan hem of haar. Facebook, Twitter, Insta, een spelletje of zelfs iets voor je werk kan heel even wachten, een paar secondes, om even aandacht te geven aan je kind. Hij voelt zich dan belangrijk. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Vergeet dit niet te verspreiden, zodat we samen kunnen veranderen voor het kind. En ik zie jullie de volgende week met hetzelfde onderwerp in Hoe ga je met je kind om?